Het behoeft eigenlijk geen introductie meer op de radio. Harry Jekkers was dat met OO Den Haag. Hier een live registratie. Dingen die de komende periode en ook de afgelopen maanden achter ons liggen. En eigenlijk niet meer bestaan. Het is eigenlijk letterlijk niet meer van deze tijd. Optredens, heel veel publiek, culturele dingen, muziek maken op straat, theaters, toneelverenigingen. Alles ligt op zijn gat. Dubbele punt, de coronacrisis. Hierover ga ik in gesprek met niemand minder dan popjournalist Martin Reitsma. Goedenavond. Dag Martijn, met Martin inderdaad. Goedenavond, luisteraars. Ja, we hebben elkaar in het verleden regelmatig aan de telefoon gehad. Dan had je altijd hele mooie verhalen over dingen die op het programma stonden. Je bent onder andere betrokken bij het grote muziekfeest in Kijkduin. Toen kwam de coronacrisis. Dacht je toen meteen van, oh jee, dit is echt gewoon een bom onder het hele culturele, muzikale programma van Den Haag? Ja, in maart begon het toch wel kritisch te worden. En toen werden er inderdaad ook allerlei maatregelen genomen die verregaand zouden zijn. We konden op dat moment nog niet overzien hoe erg het zou worden. Maar het heeft een behoorlijk negatieve impact op het culturele landschap, ook in Groot Den Haag. Ja, en wat doet dat met de artiesten zelf? Het is heel erg vervelend voor het publiek, maar die hebben natuurlijk hun eigen sores. Maar artiesten zijn natuurlijk ook gewoon financieel afhankelijk van hun vakgebied in deze. Jij kent heel veel artiesten. Hoe is op dit moment de sfeer bij die mensen? Nou, de sfeer is natuurlijk dat men popelt om weer aan de gang te zijn, gang te gaan. En er zijn een aantal artiesten die heel creatief zijn. Ik zal dadelijk daar wat over vertellen. Ja. Maar onderzoek van de Buma Stemra en de Sena heeft aangetoond dat freelance podiumkunstenaars, waaronder de popmuzikanten, in 2020 gemiddeld €20.000... per persoon aan inkomsten mislopen. Ja, ze worden anderzijds door de overheid wel gecompenseerd met 3 maanden bijstand. Maar ja, er zijn ook veel podiumkunstenaars, muzikanten die daar zelfs geen rechten op hebben en wrang genoeg tussen wal en schip vallen. En inmiddels heeft Buma Stemra en de Sena, die hebben zich sterk gemaakt en die hebben een noodfonds in het leven geroepen om de zwaarst getroffenen te ondersteunen. Ik heb begrepen dat de enkele miljoenen zijn vrijgemaakt om ze dus te ondersteunen. Ja, ik denk wel dat dat heel snel moet gaan komen. Dat geld moet heel snel die kant op gaan rollen. Want anders dan kunnen die mensen gewoon hun hoofd niet meer boven water houden. Ja, dat klopt ook. De Sena en Buma Stemra, zoals ik zei, die dragen samen in totaal €3.750.000 bij uit het noodfonds muziek. En dat geld is afkomstig uit de reserves van beide organisaties. En de overheid heeft aangegeven toch te onderzoeken waar mogelijk om verder aanvullend ook bij te dragen hieraan. Ja, nu waren jullie in Kijkduin met de Golden Boulevard of Golden Music, als ik het goed zeg. Waren jullie eigenlijk wat dat betreft al een beetje de tijd vooruit? Jullie hadden al een buitenprogramma, dus minder risicovol. Maar ook daar vinden op dit moment helemaal geen activiteiten plaats. Heeft dat alleen maar te maken met corona of ook met de verbouwingen die daar natuurlijk nog steeds zijn? Ja, als we eens even kijken naar Kijkduin, hoe gaat het nu daar? Dat is een hele goede vraag, Martijn. En het is dus zo dat de verbouwing toch wel veel roet in het eten gegooid heeft. Toen dat bekend werd, hebben we nog even gedacht om bij Max Gitaar in de haven, de eerste haven op Scheveningen, om daar een evenement te organiseren. Een beetje in de lijn van de Boulevard of Golden Music. Maar ja, toen kwam corona en alle hevigheid doorzetten. En er was geen begin aan. En je kunt toch ook die 1,5 meter bij staand publiek niet garanderen. En het is natuurlijk een kleinschalige organisatie. En we hebben daar organisatorisch de mankracht niet voor. Dus dat hebben we niet door laten gaan. Desalniettemin zijn er allerlei initiatieven gaande, hè, waardoor er nog steeds live muziek in Groot Den Haag te horen is. Komende zondag bijvoorbeeld, dan treedt Leslie van Ruitenbeek, de Haagse Elvis Presley, treedt op met een show Aloha from Hawaii. En dat doen Marcel de Boer, zanger Mars, Jenny, zangeres, de stadsdichter Victor R. Meijer en de muzikant Willem op Ockenburg mee. Nou, dat wordt een goede show, wordt een mooie show en het is uitverkocht. Kijk, en hoeveel mensen mogen daar bij zijn?
Nou, ik denk dat nog geen 100. Oké. Dan kun je inderdaad ook die afstand inderdaad garanderen. Daarnaast op zondag 23 augustus de Black Albino's in de Haagse Beatclub bij Boudewijn Regenbogen. Nou ja, daar kunnen 85 plaatsen bezet worden. En ja, als mee zit en het is goed weer, kunnen ze naar buiten uitwijken. En zo zijn er ook landelijk bekende artiesten zoals Jan Akkerman, Laurie Akkerman, Frank Keijzer, Tamara Tol, heel creatief geweest in de coronamaanden. Hebben gewerkt aan composities, hebben toch ook optredens gedaan. Tamara Tol heeft opnieuw gecomponeerd, heeft een mooie single, Het leven is mooi, uitgebracht. En ja, daarnaast gebeurt er op allerlei fronten van alles, waardoor het toch allemaal wat door kan gaan. Ja. En dan heb ik nog een tip, Martijn. Ja, zeker. Er is in Den Haag een hele goede band opgestaan, die nog niet zo lang bij elkaar is. Dat is met Serge Naberman, Aris Pans en Willem Bodi. En die band heet Van Wengo. En die hebben een prachtige single uitgebracht met clip te zien op YouTube, Take a Ride. Ik denk dat we hem straks gelijk even moeten gaan draaien, gewoon in de uitzending. Take a Ride. Take a Ride. En nou ja, zo is er ook een eerbetoon in augustus voor Shocking Blue and the Motions in het Zeeheldenkwartier. En dat is op 29 augustus, waar muurschilderingen ten behoeve van beide bands onthuld gaan worden. Ik denk wel, Martin, dat als we kijken naar de wat grotere acts. Jij bent ook betrokken bij Pink Project als mede-promotor van de band. Ja, dat zijn natuurlijk, ja. Dat zijn natuurlijk acts die in Ahoy staan met gigantische schermen. Alleen die wall al die ze natuurlijk overal mee naartoe nemen. Hoe gaat het met die jongens? Ja, nee, goed, er is op het ogenblik niet zo heel veel te melden. En ja, ik zal binnenkort weer eens in contact treden met de band om te kijken of we voorzichtig aan weer optredens plaats kunnen vinden. Maar ja, dit is wat grootschaliger. Ja, en dan ben je toch ook heel erg gebonden aan de regels, hè, de coronaregels. Dus het moet ook inderdaad, want bijvoorbeeld Ahoy afhuren of het theater. Het moet natuurlijk wel winstgevend zijn. Want ja, anders moet er veel geld bij, hè, met een minimale bezetting. En ja, dat is door alle coronabeslonderingen natuurlijk niet best op het ogenblik. Nee, het is eigenlijk een vraag die ook eigenlijk aan de andere kant al direct niet te beantwoorden is. Maar wanneer denk je weer dat we met z'n allen gewoon weer lekker hutje mutje weer op Kijkduin kunnen staan, gewoon weer in de theaters kunnen gaan zitten? Heb je daar een beetje een positief voorgevoel over? Dat je zegt van nou ja, ik zie wel zo volgend jaar, voorjaar, dan doen we dat gewoon allemaal weer. Ja, alles valt of staat natuurlijk met dat vaccin waar nogal wat in de media over te doen is. Als dat vaccin er is, dan kan men in ieder geval weer alle kanten uit. Maar zolang dat vaccin er niet is, blijft het allemaal wat maatwerken en blijft het allemaal met de inachtname van de regels die vanuit de overheid en RIVM gegeven zijn, blijft het toch allemaal aanpassen. Dus ja. We hopen in de loop van volgend jaar. Ik zie dit najaar een en ander nog niet plaatsvinden voor wat betreft de grootschaligheid. Nee. Nu heb jij jouw interviews die je voor veel media doet, die gaan gewoon door. Volgens mij heb je ook nog recentelijk een interview gehad met iemand van de Golden Earring, volgens mij. Als ik dat vanmiddag goed heb begrepen. Ja, dat klopt. John Meijer en ik zijn heel enthousiast dit jaar met popfilms bezig. Dat waren we andere jaren natuurlijk ook. Maar dat kun je dus nu in deze coronatijd gewoon nog goed doen met de inachtname van de regels. We hebben George Baker special gemaakt. We hebben de Sticky Fingers Tour met Jan Akkerman en Bert Herik en de Bombita's gefilmd. Ik heb Barry Visser met John geïnterviewd. Dat is een hele mooie opname geworden. Een mooie docu over Kralingen 1970. Het fameuze popfestival met al die topbands. Ja. We hebben hem met Robert-Jan Stips gemaakt. Prachtig docu. Met Rine Scherritsen over vroege werk. Onder meer met Michel van Dijk, de bekende zanger, in een aantal topbands. We zijn op dit moment bezig met Elkwin. Dat doen we ook in Delft. In de sociëteit waar het ooit begon in Delft, het Barbara Klooster, met Paul Weststraat en Ferdinand Bakker en Dick Fransen. En we gaan binnenkort met Joop Oonk, de Hagenaar Joop Oonk,
tegenwoordig in Amsterdam wonend. Ooit getrouwd trouwens met Willeke Alberti. Gaan we terug in de tijd van de Jumping Jewels. En we gaan daarnaast ook Hilde Marshall en de Rainbow Train met Hans Vermeulen in beeld brengen. En ook dat wordt weer een hele pakkende documentaire. Gaaf zeg. En voorts natuurlijk over de Haagse en Nederlandse popscene. Daar hebben we ook diverse films over geschoten. En daar staat al een heleboel online. Kun je eens even rustig vertellen aan de luisteraars waar ze dat allemaal kunnen terugvinden? Want in coronatijd heb je natuurlijk tijd genoeg om dat rustig eens te bekijken. Waar staat dat allemaal, Martin? Ja, nou, Den Haag FM. Den Haag FM. Iedere donderdagavond en af en toe ook op maandag is dus een film van John Meijer te zien. Zo'n popdocu. En ja, dat is heel erg leuk. We krijgen er mooie reacties op binnen. En daarnaast zijn er ook andere omroepen die het uitzenden. De ene keer die en de andere keer een andere omroep weer. En het staat allemaal op YouTube. Dus het is zo te benaderen via het kanaal van John Meijer, JMP. Dus Johannes Marinus Pieter. En daar kun je dus ook die filmpjes allemaal bekijken. Van al die bands die we de afgelopen jaren in beeld hebben gebracht. Ik zit toevallig gelijk even te kijken op Rinus Gerritsen. Die heeft uiteraard een Wikipedia-pagina. Ik denk, hoe oud zouden die earrings nou een beetje zijn? Maar hij is 9 augustus 74 jaar. Ja, dat. Die generatie muzikanten is still going strong. Die mannen zijn nog zo fit. Dat zie je bij Rinus. Dat zie je bij de andere leden van de Golden Earring. Dat zie je bij Rudy Bennett. Dat zie je bij een Beer Klaassen. En ja, allemaal 70ers. En ja, still going strong. Ze bruisen nog. Ze zijn vitaal. En we kunnen zelfs nog mooie dingen van ze verwachten op muziekvlak. Ja, kun je nagaan, hè, dat Radar Love 1973 alweer. Dat is gewoon meer dan 40 jaar geleden. Ja, dat klopt. De Radar Love. Natuurlijk bij uitstek de Amerikaanse radiosong. Die nog steeds dagelijks van coast to coast te horen is in Amerika. In het grote Amerika. Ja. En wat Rinus Gerritsen heb je onlangs gesproken. Wat vindt hij dan van die hele coronacrisis? Hoe gaan zij daarmee om? Zij hebben dat natuurlijk in hun hele carrière nog nooit meegemaakt. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk ook voor hun. Voor hen is het aanpassen. Concerten van Golden Earring en dergelijke, maar ook soloprojecten van de diverse leden. Het ging allemaal niet door, allemaal verplaatst of definitief afgelast. Ja, niemand is blij met de situatie. Nee. En het is roeien met de riemen die er zijn. En dat is niet zoveel, momenteel. Dan kunnen we wel stellen natuurlijk dat de jongens van de Golden Earring, die kunnen natuurlijk, die hebben wel een beetje spek op de botten. Maar als we het hebben over andere artiesten, de beginnende artiesten uit Den Haag. En je hebt vanavond ook wat mensen voor de revue laten passeren. Daarvoor is het natuurlijk ontzettend zuur. Want die hebben gewoon helemaal geen inkomsten meer. Hoe heb je nog creatieve ideeën hoe we toch weer de muziek hier in de Haagse regio een beetje kunnen laten leven? Zeg je van, joh, gooi gewoon weer wat clubs open. We gaan allemaal op 1,5 meter afstand staan. Doe het misschien toch weer wat op de boulevard? Kun je misschien stoeltjes daar neerzetten? Of zeg je van, nou ja, ik vind eigenlijk de maatregel op dit moment wel gewoon, wel, ik sta daarachter, ik vind het wel goed. Laten we maar even rustig aan doen met z'n allen. Nou, er zijn nog andere mogelijkheden om jezelf als beginnend artiest of als nog niet zo bekend artiest op de kaart te zetten. Hè? En bijvoorbeeld, we weten dat veel muzikanten te lijden hebben onder die heersende coronacrisis. Maar bijvoorbeeld, ik zou je een voorbeeldje geven. Hè? Ja. Op het ogenblik is er een trio die maakt dan wat klassieke muziek. En ze hebben onlangs hebben ze een heel inventief idee gehad. Ze hebben een biertje met hun naam hebben ze gebrouwen. En ze geven daarnaast ook mini-concerten. Waar dus dat biertje ook wordt geschonken. En daarmee krijgen ze dus de nodige airplay, aandacht en dergelijke. Ja, het is heel creatief. En daarmee verdienen ze nog wat. Maar er zijn ook allerlei artiesten die dus inmiddels aan componeren zijn geslagen. En op die manier proberen bij de omroepen, bij de radio's, ook lokale radiostations, om daar wat airplay te krijgen, wat bekendheid, die zich straks uitbetaalt in optredens en dergelijke. Ja. Dus men is nog wel heel creatief thuis bezig.
Het is natuurlijk ook wel, dat is een geluk bij een ongeluk, dat het ook een creatieve beroepsgroep is die misschien snel kan schakelen en allerlei nieuwe dingen kan ontplooien en kan bedenken. Hoe doe je dat zelf eigenlijk? Jij bent ook regelmatig te horen op de radio. We hebben hier een aantal weken, echt 2 maanden zijn we helemaal niet meer te horen geweest. Dat werd hier besloten vanaf hoge hand. Ik begrijp dat ook wel, maar dat is natuurlijk erg jammer. Maar ben jij nog op de radio te horen of staat dat ook even op de lange termijn? Nou, in september hopen wij weer met de Beat Goes On bij Omroep Midvliet van start te gaan. Ja. Kijk, je bent in een studioruimte en we hebben natuurlijk steeds allerlei artiesten in de middagshow op zondag gehad, gast gehad. En daar zaten heel veel live optredens bij, soms van popgroepen met 6-7 man. Ja, dat is in deze tijd helemaal niet mogelijk. Nee. Dus de aanvankelijke augustusshow hebben we alweer verzet naar september. En we hopen in september in ieder geval weer van start te kunnen gaan in een aangepaste versie. Dan heb ik voor wat betreft de muzikanten nog wel een goede tip. Bijvoorbeeld Sint Tamara Tol en de band van Wenkel. Die zijn flink bezig geweest met het componeren. En dat zal ook voor heel veel andere artiesten gelden. Ja, en als je nou een single, EP of album gaat uitbrengen, is het belangrijk om een goed releaseplan te hebben. In het plan staat bijvoorbeeld wanneer je het gaat releasen en de deadlines die je moet halen. Of je je artwork af hebt, je bio en persfoto's. Zorg dat je hele pakket klaar hebt. Zorg dan dat de distributeur, promotor en eventuele plugger jou onder de aandacht brengt bij tal van media en stations. Waarmee je eigenlijk al een aanloopje neemt, als dat vaccin er eenmaal is, om dus inderdaad een bekende bekendheid op te bouwen. Ja. Of een bekendheid op te bouwen. Dus je zegt eigenlijk, benut deze vervelende tijd om gewoon alles eens even goed te aanschouwen, te bekijken, om je hele portfolio gewoon goed op de rit te krijgen. En zodra het sein op groen gaat, dan kunnen we gewoon gaan knallen. Dan kun je gewoon direct lekker naar richting de festivals. Ja. Dat is een hele mooie tijd om nu te doen, inderdaad. Waarbij je dus goed beslagen te ijs komt, als het weer eenmaal mag. Ja. Nou, we hopen in elk geval, Martin, dat we binnenkort bij de collega's van Radio Midvliet kunnen horen. We kunnen je sowieso voorbij zien komen bij de schrijvende pers. Tot slot, als mensen net inschakelen en denken van, hé, ik hoor allemaal dingetjes over muziek, over het culturele vlak hier in Den Haag. Martin heeft al een aantal tips opgenoemd waar je binnenkort gewoon naartoe kunt. Hè, want er zijn natuurlijk wel hele strenge regels, maar er wordt gewoon nog muziek gemaakt, er wordt gewoon nog opgetreden. Ik denk dat we nog even een resumeetje moeten doen, Martin. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Waar moeten de mensen absoluut naartoe? Nou, je hebt natuurlijk Musicon, die allerlei activiteit heeft. En op dit moment in Den Haag een voordeelaanbieding heeft voor bands om daar te repeteren. Je hebt JJ Music House in Zoetermeer, die nogal eens wat organiseert. Onlangs nog met Led Cherry, met Silver Cherry. Dat is een duo die heel erg goed aan de weg timmert, muzikaal gezien. Je hebt natuurlijk in Noodorp heb je het Cultuurhuis, waar ik binnenkort om de tafel gaan zitten om eens te kijken of we lokale talenten in Pijnakker Nooddorp onder de aandacht kunnen brengen. Ja, leuk. We initiatief. Hebben natuurlijk op 29 augustus in Den Haag, in het Zeeheldenkwartier, de onthulling van de muurschilderingen van Shocking Blue, The Motions. We hebben de Haagse Beatclub natuurlijk van Boudewijn Regenbogen, die de Black Albino's gaat brengen. Kijk op de site. We hebben natuurlijk Van Wenkel, die een prachtige single heeft uitgebracht. We hebben Erik Kuilaars, die een ontzettende leuke quiz doet op de radio. Met Erik live van, even kijken, nee, Park Road Café is er niet meer, live vanuit zijn huis. En daarnaast, kijk op de musical of de Boulevard of Music op Facebook, waar van tijd tot tijd nieuwe evenementen op vermeld staan. Dus er is nog steeds in deze coronatijd van alles te doen. Gelukkig maar. Ik ben ondertussen even hier op mijn scherm aan het zoeken geweest naar Take a Ride. Die heb ik nog niet gevonden. Dus ik ga buiten de uitzending om straks met je, Martin, even proberen die juiste YouTube-fragmenten, dat we die audiovisueel kunnen gaan draaien op Den Haag FM vanavond, even met je doornemen. Wat ik wel heb klaarstaan, want dat vind ik wel leuk om die jongens nog even een hart onder de riem te steken, is een vrij lange live-registratie. 9 minuten maar liefst van het nummer Money. Een live-registratie vanuit Ahoy 2012 van Pink Project. Die gaan we lekker draaien op de radio. Martin, ontzettend bedankt. En dan komen we later nog even terug met jouw favoriete muziek.
Ja, nog heel even als laatste. Mijn telefoon, ik heb hem geprobeerd harder te zetten. Dus ja, ik heb me heel erg moeten concentreren om je vragen te horen. Gelukkig is het goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. Ik hoop ook dat het goed doorgekomen is op de radio. Zeker. En wellicht tot de volgende keer, Martijn en luisteraars. Zeker, je was echt glashelder te horen op de radio. Het was net alsof je hier naast me zat. Dus wat dat betreft is het gelukkig helemaal goed gekomen met de telefoon. En ik blijf nog even aan de lijn. Dan gaan we buiten de uitzending nog even jouw favoriete muziek regelen. En dan gaan we nu luisteren naar een live registratie van Pink Project uit 2012, het nummer Money. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl.